Nou, wat we zien is dat, ja, dat de bekreuning en de kerk en de staat in Engeland, die zijn niet uit elkaar te scheiden. En we zien daar de aartsbisschop van Canterbury, de toenmalige aartsbisschop. En hij is degene die voorgaat in de dienst en de kroon op haar hoofd, als het ware, plaatst. En vandaar dat haar connectie met de kerk zo nauw is, natuurlijk. Ja. Dat gaat honderden jaren... Maar we mogen haar geen hoofd noemen. Nee, de hoofd van de kerk is Jezus Christus, zeggen wij als christenen. Maar wel supreme governor. Supreme governor. En dat houdt in dan verdedigen van het geloof. Ja. Dat is ook een historisch titel. Het gaat helemaal terug naar Henry VIII en Elizabeth I. Maar met name dat zij dan belooft, of Charles nu moet ook beloven, om de ruimte te geven, de vrijheid te geven voor de kerk, dat de kerk in alle vrijheid door mag gaan. Ja. En heeft ze dat wat jou betreft goed gedaan? Zeker, zeker. Het is in feite meer symbolisch. Ja. Maar ik denk soms bij mezelf, wij leven in een tijd waarin bijna 350 miljoen christenen rond de hele wereld niet in vrijheid hun geloof mogen hebben. En dat wij in Engeland dat wel, dat nemen wij als vanzelfsprekend. Maar misschien is het niet zo. Maakte haar dat voor jou een belangrijke koningin? En hoe was het voor jou toen je erachter kwam dat ze, of toen je hoorde dat ze niet meer was? Ja, mijn heel leven natuurlijk was ze dat de hele tijd. Ik weet nog als kind met straatfeesten toen ze haar 25ste jubileum had. Dat weet ik nog heel goed. En dat was altijd. En het is niet voor altijd, maar je denkt van wel. Toen ik dat hoorde, was het echt. Wow. Toch een emotioneel klap. Ja. Ook als je het verwacht. Het kwam heel heftig over. Ik hoorde wel mensen zeggen: het was alsof er een moeder overleed. Ja, ja. Dat was er steeds meer woorden, denk ik, over de laatste jaren met name. Echt een soort verbindend figuur. Die ook heel veel eigenlijk liefde en troost straalde. Ja, dat haalde zij ook uit haar geloof. Dat hoorde je dan ook vaak in speeches terug.